overstap van object naar subjectsubsidie wordt door de regering sinds 31 december 2022 middels een sociaal programma uitgevoerd. Hierbij gaat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting samenwerken met de Surinaamse Postspaarbank. In dit programma gaat de regering sociaal zwakkeren tegemoetkomen met een maandelijkse digitale storting van 1800 Surinaamse dollars op de rekening van sociaal zwakkere en kwetsbare groepen. Volgens president Chandrika Prasad Santokhi moet de samenleving beschermd worden tegen de te hoge bedragen als gevolg van de inflatie. Daarom is het voor hem belangrijk dat de regering een middenweg zoekt om het volk tegemoet te komen. Daar tegenover staat ook dat je je subsidie moet afbouwen op brandstof, op elektra, op gas, op water. En wij hebben gezegd, als je die subsidie afbouwt, dan gaat die druk in de samenleving heel groot zijn en wij kunnen onze samenleving niet in de steek laten. Daar hebben we zware druk uitgeoefend binnen de regering, op het team van sociale zaken, op die PIU, dat je zodanig afbouw gaat hebben van je subsidies, dat tegelijkertijd de samenleving beschermd kan worden. Met subjectsubsidie, dus afbouw van objectsubsidie, want nu wordt iedereen gesubsidieerd met elektra. Ook de mensen die het niet nodig hebben. Nu wordt iedereen gesubsidieerd met water, ook die grote zwembaden. En wij zeggen, laten we die mensen die het nodig hebben, gaan subsidiëren. De president zegt dat nu wordt gewerkt aan verfijning van het controlesysteem voor een vlotte en correcte werking van de Monikarta.